Vorig jaar voerden wij campagne rond klimaatonrecht. En jammer genoeg is het nog altijd cruciaal om die boodschap te blijven herhalen. Denk maar aan de bosbranden in het Amazonewoud, verstromingen in Libië en Italië, waardoor de meest kwetsbaren het hardst geraakt worden. Maar het heeft geen zin om te blijven hangen bij klimaatonrecht. Daarom voeren wij dit jaar campagne over alle oplossingen die we zien. Want die zijn er. Denk maar aan het radicale omdenken van mobiliteit door meer te investeren in openbaar vervoer of de verschuiving weg van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Voor die oplossingen en andere oplossingen zetten wij druk op politici. In België door te lobbyen en te manifesteren, maar ook door over de grenzen heen samen te werken met changemakers en activisten, samen met hetzelfde doel: uitbuiting van mens en natuur stoppen. En dit loont, er zijn resultaten. Denk maar aan het referendum in Ecuador, waar 60% van de Ecuadorianen gestemd heeft tegen oliewinning in het Yasuni-park in het Amazonewoud. Of het stopzetten van vervuilende mijnbouw in Palawan, na druk van lokale gemeenschappen en onze partnerorganisatie. Actie loont. Samen gaan wij de strijd aan. Met mensen die getroffen worden, met activisten, lokale gemeenschappen, geëngageerde ondernemers en moedige politici. En met jou en je familie, vrienden, kennissen, buren. Laten we samen één grote beweging vormen die wereldwijd verbindt, die druk zet, die indruk maakt. Wil je ook een wereld waarin iedereen telt? Steun dan deze campagne en daarmee klimaatstrijders die elke dag vechten voor klimaatrechtvaardigheid. Doe een gift, neem deel aan een actie in je gemeente of deel onze verhalen op sociale media. Alvast heel erg bedankt voor je steun.